naar de grote ster van deze show en al die andere shows in het verleden. Hier is onze cabaretier, columnist Marcel Verrek. De week van Marcel Verrek. Niks aan gelogen. Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar dat kan zo veranderen. Dat zagen we maar vorige week, Wieger. Toen wij allemaal de adem inhielden bij de strapatsen van Prigozhin in Rusland. Ook hier in de kantine ontstond een speculatiefestival. Een soort verbale rituele bezwering van het gevaar... die mij deed denken aan de tijden van corona. Toen er ook avondenlang gepalaverd werd over hoe en misschien. En daardoor de talkshow op één als nationale dorpspomp glorieerde. Dat waren nog eens tijden, vooral ook voor op één, dat nu een tijdje op zwart gaat om zich te hervinden. Want zoals gezegd, het was al een tijdje achter de schermen iets opwindender dan ervoor. Sorry, Fidan. De opwinding vorige week rond de opmars van Prigozhin, je leert zo zijn naam wel goed uitspreken, duurde een uitzending lang. Toen taaide hij alweer af naar Belarus. En wij hadden het gevoel dat we gegijzeld waren geweest door een aflevering van Herman den Blijker, die even dreigde nucleaire soep te maken, maar uiteindelijk de zaak afbluste met een rauwe tartaar. Niels is al te vaak paniek en dan vooral paniek om Niels te missen. Er is veel opwinding, maar waar zijn de kalmerende middelen? Ze zijn hard nodig. Bijvoorbeeld voor Mark van der Oever, de zelfbenoemde Rambo van de Farmers Defence Force, die het prima vindt dat telefoonnummers van CDA-Kamerleden openbaar werden gemaakt. Het enige voordeel van deze onbeschofte intimidatieactie was dat het tegenwoordig bij het CDA om een zeer beperkt aantal nummers gaat. En dat CDA'ers van oudsher vrij makkelijk van nummer wisselen. Wouter Koolmees, opperhoofd van de spoorwegen, heeft zich fel geuit tegen het geweld dat NS-personeel in deze hectische tijden heeft te verduren. Daar is hij niks te laat mee. Maar ja, dan hoor je dat de ACO op station stopt met het verkopen van sigaretten. Ik ben nooit een roker geweest en ik vind het goor, maar ik ken wel de kalmerende werking van de sigaret. Zo zal het op de stations niet vrediger worden. Kalmte kan ons redden. En in dat opzicht kan ik de mensen aanraden om de voetbalwedstrijd Nederland onder 21 tegen Georgië onder 21 terug te kijken. De ware voetbalfan zal er niet rustig van worden. Zo heb ik van ergernis de Viersitsbank tot een driezitter teruggegeten. Maar als je de sloomheid van onze jonge voetbalhelden zag, het slaapverwekkende getik op eigen helft, de slaperige paasjes telkens weer in het overvolle hart van de vijandelijke defensie en tenslotte het laconieke commentaar van onze verliezende bondscoach Van der Looy. Ach ja, ze gingen er niet in en aan de andere kant wel. Het is jammer, maar we hebben ons best gedaan. Dan ga je toch verlangen naar zo'n staat van inertie. Ze hobbelden over het veld alsof dat net als bij de dames ook vol lag met glas en stenen. Meestal duurt de rust in een voetbalpotje een kwartier, maar hier duurde hij de hele wedstrijd. Zou dat onder 21 slaan op de bloeddruk? We liggen wel uit het toernooi, maar we moeten met deze exercitie van suffigheid wel ons voordeel doen. Rust, rust, rust. En ook vooral meer leuke koningshuisfoto's. Ik vind het zo jammer dat die arme Jeroen Snel ze niet meer kan maken. Die lieve Jeroen met die contradictoire achternaam die weg moest voor een EO-dame die er na een seizoen blauw bloed al geen zin meer in heeft. En nu komt er weer een ander vers blauw bloedtypje, terwijl ik altijd zo rustig werd van Jeroen. Waar gaan wij heen met de wereld als we mensen als Jeroen Snel gaan afdanken? Hoe hij dat hele proces zou kunnen begeleiden waarin Willem-Alexander vandaag op Kitty Kotti voor het eerst excuses aanbood zonder zich noemenswaardig te verspreken. Nu stevenen we af op nog meer onrecht. De OESO heeft Nederland verteld dat er meer gewerkt moet worden en dat er vanwege de arbeidstekorten meer migranten moeten worden ingezet bij het arbeidsproces. Nu worden veel migranten voornamelijk ingezet tijdens stoere potjes verpissen tussen bepaalde politieke partijen. Rust en overzicht, dat is gewenst. In mijn stad Den Haag is de coalitie geklapt terwijl ze er mijns inziens best uit hadden kunnen komen. Nu ligt het stadsbestuur weer een tijd op zijn reet. De profileringsdrang was belangrijker in de politieke consumptiemaatschappij. Gelukkig is de Tour de France begonnen. De daartoe getrainde renners gaan zich voor ons uitsloven. Wij vergapen ons aan de sportieve strijd en de prachtige natuur. Af en toe ontsnapt er een Prigozhin, maar ik nestel me op de overgebleven delen bank en wacht rustig tot het peloton hem weer heeft opgeslokt. De zaterdagavond begint goed.